Gisteren de landenwedstrijd, maar vandaag de individuele wedstrijd per toestel. De 8 besten van gisteren hebben zich kunnen kwalificeren. En hier zien wij Gabrielle Wammes. Zij is één van de 2 finalisten bij de finale sprong. Gabrielle Wammes, de 17-jarige Zoetermeerse, die vorig jaar bij de wereldkampioenschappen 10e werd op het onderdeel. De eerste sprong. De Twervo. Goed uitgevoerd. Twervo is een handstand overslag. Met in de tweede vluchtfase, dus als ze de Pegasus verlaat, een halve draai in de lengte, als ze dan een gestrekte salto achterwaarts. Hier komt hij nog een keer. De maximale waarde is 9,70. Overslag, halve draai, gestrekte salto achterwaarts. En kijk eens aan, een geweldige amplitude. Wel een stapje met de rechtervoet, dat kost haar dus sowieso een 1/10 van een punt. Blijft ze ook goed in de richting? Dat is belangrijk. Kijk, ze moet landen tussen die 2 witte strepen. Gabrielle Wammes, die nu zich voor moet bereiden op de 2e sprong. Want in een finale, in een toestelfinale, moet je 2 verschillende sprongtechnieken laten zien. De gemiddelde score van beide telt. En daar staat ze, 5,405 is de 2e sprong. Dat is ook een sprong met maximale waarde van 9,70. Ja, iets minder ruimte in die tweede vluchtfase. Maar wel een sprong met ook een uitgangswaarde van 9,70 voor Gabrielle Wammes. Die als 4e zich plaatste voor deze finale. Die punten van gisteren worden niet meegenomen. Iedere springster begint weer van scratch af van 0 punten. Rietje Bijlholt, de coach, feliciteert haar. Hier zien we de Jurchenko-techniek. Een halve draai in de eerste vluchtfase. En dan in de tweede vluchtfase ook weer een halve draai in de lengteas met een hoeksalto erachteraan. Blijft ze goed in de richting. Dat is belangrijk. De aanlooprichting, de sprong. Kijk, hier een kleine afwijking naar links. En daar